Plaatsvervangend bevelhebber Werner Kiwasen van het Nationaal Leger heeft vandaag tijdens een persconferentie op het ministerie van Defensie gezegd dat er binnenkort een intensieve militaire actie zal worden uitgevoerd. Operatie Koyake is een van de vele militaire operaties die zullen worden uitgevoerd binnen landsgrenzen. Graag preserveren. Dus operatie Koyake is er naar vernoemd. Dus naar die beschermdiersoort. Met betrekking tot het gebied om het af te bakenen. Ik sprak eerder over West-Suriname. En als we de kaart voor ons pakken. Als we kijken naar district Sipaliwini, dat district bestaat uit een aantal resorten, 7 resorten. En het gebied waar wij operationeel zullen zijn, of actiever zullen zijn, is het Kabalibo Resort. En Kabalibo is een heel ruim gebied. De informatie die we binnen hebben, we willen nog niet in details aangeven waar exact, maar die informatie hebben we. Kiwasen zegt verder dat er in het Kabalibo-gebied illegale goudwinning plaatsvindt, die voor watervervuiling kan zorgen. Uit een analyse zou zijn gebleken dat er schadelijke stoffen vrijkomen in de natuur en dat het vervuilde water tot in het reisdistrict Nikeri terecht kan komen. Indien deze vervuiling de landbouwgronden bereikt, zouden de gevolgen hiervan tot een ramp kunnen leiden, klinkt een bezorgde bevelhebber. Dus we gaan behalve gericht en doelgericht te gaan op het gebied, hebben we dan ook de verkenningen die onderweg gedaan worden. En alles gaat worden gecheckt of gescreend, om het zo te noemen. Met betrekking tot de samenleving die betrokken wordt, mijn oproep, het is oproep van mij naar de samenleving toe, dat wij alle informatie nodig hebben. Van de samenleving. Niet dat wij de samenleving beschuldigen van dat ze daar actief zijn. Het kan, maar wat de bedoeling was van mijn oproep was dat zij onze oog en oor zijn voor alles wat daar gebeurt. Dus mocht het zijn dat men illegaal bezig is te menen, moet men ons die informatie ook kunnen geven. Waarvoor dat wij er naartoe gaan om te verifiëren als het klopt, de informatie moet overal komen. Kiwasen zegt dat de oproep aan de samenleving om te helpen met het verstrekken van informatie een serieuze zaak is, omdat het milieu in het belang van de totale gemeenschap is. Ook de eerder uitgevoerde militaire acties, waaronder operatie Marbonsu, zullen de komende tijd worden geïntensiveerd.